Vrijdag is de derde week van het Kids Bouwdorp op het sportpark Willem-Alexander afgesloten. Iedereen was uitgenodigd om de bouwwerken te komen bekijken die werden beoordeeld door een jury. In het algemene thema vervoer stonden de bouwwerken van de kinderen dit keer in het teken van het subthema We zijn onderweg. Ik ben Kimberly en we zijn bezig met de bus. En hoe gaat dat zover? Ik vind dat het wel goed gaat. En hoe ben je zo op het idee gekomen om een bus te maken? Mijn broertje zei het. Die had het bedacht. En hoe lang ben je er al mee bezig? De hele week. En zijn er nog problemen gekomen bij het maken van de bus? Ja, de zijkant die viel steeds om. Dus moesten we steeds... Opnieuw. De zijkant die viel steeds om, dus die moesten we uiteindelijk helemaal vastmaken met houten plankjes aan de zijkant. Melvin, mijn vriend, die belde me op en die zei tegen mij, wil je meehelpen met een bus maken hier? Toen zei ik ja, natuurlijk. En hebben jullie dan iets met de bus of met auto's of wat dan ook? Nee, maar we dachten dat het gewoon een leuk idee was. Daarom hadden we dat gekozen. En hoe is het zo gegaan? Lukt het een beetje allemaal? Ja, maar af en toe hebben we soms een paar problemen en dan ruzie. Maar dan komt dat wel weer goed. En waar gaat de ruzie dan over? Over dat iemand iets niet kan en zulke dingen. En wat voor materiaal hebben jullie allemaal gebruikt? Een hamer, een zaag en een zeil en gewoon de dingen voor een bus. En het weer, wat vinden jullie daarvan? Houdt het jullie een beetje tegen om een beetje door te werken? Nee, het is gewoon normaal weer. Dus we zijn het wel een beetje gewend, want we zitten ook op voetbal en dan moeten we ook gewoon doorgaan. Daarvoor komt zometeen een jury, of de jury is er eigenlijk al. Zijn jullie een beetje bang? Ik ben niet echt bang. Denken jullie dat jullie een goede kans maken? Nou, als ik zo kijk, denk ik dat we wel een goede kans maken. Volgens mij gaan we dadelijk pannenkoeken eten in de binnen of in de tenten. En dan gaan de jury een beetje rondkijken. En vind je dat spannend, die jury? Ja. We hebben dingen gebouwd en zij heeft het meest getimmerd omdat ik dat niet durf. En hoe bevalt dat timmeren? Makkelijk. Wat zijn jullie eigenlijk aan het maken? We zijn een caravan aan het maken. En hoe is dat idee zo gekomen, een caravan? Omdat het thema is op weg. Dus toen hadden we bedacht dat we een caravan gaan maken. En wat voor materiaal is die caravan gemaakt? Van hout. Maar we doen gewoon net alsof dat het gewoon echt is. Alleen, ik ben er pas vrijdag bij gekomen, dus vandaag. Maar zij was eerst met Thijs en Brechtje. Dus jij bent de vervangster eigenlijk? Ja. En hoe bevalt dat? Leuk. En het weer? Want het weer is natuurlijk niet zo lekker. Nee, maar we hebben een schuin dak. En dan valt al het regen naar beneden en we zijn gewoon droog. En ik hoor dat de jury er al is. Ja. Wat kunnen jullie winnen eigenlijk? En zijn jullie van plan te winnen? Je kan derde of tweede of eerste worden. En we hopen natuurlijk dat we eerste worden. En wat is de hoofdprijs dan? Een beker. En als je tweede wordt, dan krijg je een medaille. Maar dan de zilver. En als je dan derde wordt, dan krijg je brons. Of andersom.